Mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van GTA met de bankzitters. Het is tantoe donker bij mij. Ja, bij mij dat ook. Is heel erg fijn. Ja. Maar blauw duimpjes en top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Hey joh! Hey, zijn jullie allebei groen? Ja. Maar zijn foutje. Dit zijn allebei. Foutje? Maar. Kut! Waarom doe je dat nou? Ja, maar geen ongeluk, broer. Oké. Wie staat er zo ver achter? Ja, ik word Koen op mij gebeurd. Het is maar goed dat wij 8 rondjes niet spelen, want maar hij is wel tof. Dit is inderdaad de Dome van Rome, hè? Dit is nou echt de Dome van Rome, ja. Dat zeiden ze. Nee, zo heet hij gewoon. Zijn jullie wel eens in Rome geweest, jongens? Ja, ik niet. Vaak, hoor. Ik heb echt een leuk verhaal. Ik ben wel trouwens wel. Ik heb echt een leuk verhaal over Rome. Ja, Camilo. Nee! Oh! Leuk, man. Een leuk verhaal. Nou, vertel, Rob. Hey, kom op. Nou, leuk verhaal over Rome. Wij waren op cruise. En een van de stops was Rome. Okay. En toen zei mijn pa tegen mij, oh Rome, Italië, het is hier lekker weer. Dus je kan makkelijk een korte broek aan. Dus ik lekker kort broek aan. Ja, wij met de bus van de haven naar Rome toe. Ja. Komen wij daar in Rome, was het 12 graden. Had ik een korte broek en een t-shirt aan. Oh, je ziet altijd van die toeristen lopen met zo'n korte broek. Ja, dat was ik dus. Jij bent echt een barkie. Maar ik kwam dus van de boot af en toen... Van de boot! Van de boot af! Van de boot af! Jeroen van de boot! Van de SS Eindhoven! Leuk jongens. Jongen, ik had echt een kutleven toen. Van zo'n dobberbootje. Alleen toen! Ja, dat is goed, dat je er wel... Waarom beuk ik jou en slip ik? Ik snap ook niet zo heel goed hoe dat gebeurde, maar oké, het is wel weer duidelijk dat ze altijd mij moeten hebben. Staat ketchup aan, of niet? Ja. Vuur! Oh, door het vuur. Nou. Ah, tyfus, jong! Oh! Zo, je landt hem wel echt sterk. Ja, en dat toch niet. Ah, nee, kom niet door ineens. Weer. Nee! Nee! Dat is de finish, joh, weer. Nee! Nee, dan ben ik nog laatste. Fuck what bullshit. Nee, maar iemand van hun gaat elkaar toch gewoon wel nu tellen, of niet? Ja, maar ik zit zo ver erachter, want die kutkoen mij beukte. Nee! Jij beukt mij ook, Rob. Ja, je slipte. Lekker zeg, precies waarom rijden de hele tijd. Shit! Ja. Ja, ik vind persoonlijk deze race als anti-Brabant. Ja. Dat is hoe ik erover denk. Deze is voor iedereen die grip wil op zijn auto's. Hey, maar deze race heet Harder Stroll. Deze heet Harder Stroll. Oh. Hier komt de enge troll. Komt ik heb denk ik de verkeerde auto gepakt. Ik heb tijd. Wat heb jij? Oranje? Ben jij oranje? Wat is dat nou weer? Dat is een Batmobiel. Wie heeft oranje? Wie gaat er nou weer naar voren? Het is een trollrace. Dan weet je toch dat je niet naar voren moet? Jongen, Roel heeft weer geoefend. Bro, vies het is een trollrace. Je ziet daarvoor een afgrond. Helemaal niks. Ja. Hij had daar gewoon beneden kunnen zitten. Besef, ik reed ook gewoon vol naar voren. Was het niet zo dat Raoul naar achter reed en daardoor ik niet... Het is niet blauw, maar top dat jullie allemaal heen gaan. Oké. Okay. Oh, je moet nog kiezen, soort van. Ah, hoeren. Ah. Nou, de eerste checkpoint die heb ik al. Toch niet. Oké, hoe gaan we dit doen? Oh, er is een glasplaat zit ertussen. Je kan hier dus niet op. Wacht tegen die glasplaat aan. Maar die eerste checkpoint, die staat hier... Ja, dat zie ik ook wel. Maar hoe je daar gaat komen, ja. Hatsa! Oh, je kunt hier niet door. I'm a fucking legend, ik heb hem. Jongen, IQ heb je hiervoor nodig. Ja, nou, dan wordt helemaal niks dus. Kom op! Ik zit vast. Oh, Koen had hem ook bijna. Ja, maar het mooie is... Ik hoor Koen Kalewacht schreeuwen in het echt, zeg maar. Maar ik hoor hem niet via Discord. Dan wordt het gemute, omdat het zo'n teringherrie is, denk ik. Nee, dat kan niet, dat kan echt niet. Wrong way. Wrong hole, dat ken ik wel. Daar trekken we ons dus helemaal niks van aan, hè. Scheet dan. Maar hoe werkt dit dan? Ik weet ook niet. Moet je een trucje doen? Of is het gewoon gelukkig? Nee, je kan er gewoon met die schans. Kan je. Schansneus. Met die schansneus kan je gewoon zo. Atsa. Maar die kom je toch niet op? Schans. Nee, maar kijk wat Robbie doet. Die doet het goed. Nee, want het lukt ik hoor om. Ondertussen hoor ik Robin op de radio. Hoe heet hij? Hoe deed je dat ook alweer? Oh, Waar ze op? Naar links ingedrukt houden. Maar ik heb een hele rare. Ik heb helemaal niet de auto gekozen, ook. Want ik hoe kom gekozen hoe kom je ooit op die koude schans? Welke schans? Ik zie niet eens een schans, broer. Je hebt die tunnel. En daar kan je, die kan je zeg maar andersom pakken en dan heb je daar een schansie. Alleen... Moet jij mij vertellen waar, want ik kan hem niet vinden. Heeft Koen hem wel gehaald, of niet? Broer, heb jij het eerste checkpoint al? Ja.
Maar waarom ben je dan hier nog steeds? Omdat ik niet weet waar ik nu naartoe moet. Oh. Ah, maar wel echt leuke race, man. Ja. Ja. Hé, maar what the fuck? Hoe kom je dan daar? Ik zat er gereed van. Nou, je moet die buizen andersom pakken gewoon. Welke buis? Ja. Die oranje buis. Ik ben er! Nee! Nee! Alleen, ik weet niet waar ik daarna naartoe moet. Oh. Oh, ik rij hier die afgrond af. Even vergeten dat ik moest keren. Whoopsie. Whoopsie daisy. Ah, oké. Yo, Koen. I'm your biggest fan, I follow you until you love, me. Maar Rob, heb jij hem al een checkpoint? Ja, nu wel. Okay. Oh nee, ik word eraf gedonderd. Er zit een schuine rand. Ik zat erop, maar kennelijk moet je niet te hard gaan, want dan haal je het weer niet. Hier zit een plaat. Ja, dat is een onzichtbare plaat. Dus als je te hard gaat, word je er weer afgedonderd. Zo, het is dat mijn auto zoveel grip heeft, anders... Nou, ik moet zeggen, vroeger was die T20 wel goed, maar ik vind hem nu een beetje slippery. Godverdomme. Au. Maar Rob, hoe kom je daarop? Ga ik niet zeggen, maar ik ben er. En nu? Ik heb nu in mijn hoofd hoe die moet. Maar moet doe je die tweede, Roel? Want ik heb het gehaald. Oh, je hebt de tweede checkpoint nog niet? Nee, ik weet niet waar die is. Wrong way. Wrongel! Ik weet ook totaal niet wat ik wil. Zo, ik kreeg opeens een boost. Oké. The fuck? Nou, dan kom je weer op precies dezelfde plek uit. Ja, dan krijg je een boost inderdaad daar. Oké, maar de oranje buis, die heb ik soort van gehad nu. Ja, die is het niet, hoor. Oké. Of wel? Lekker op. Nee, die is het zeker niet. Blijft er dus niks meer over. Maar besef, Milo zit nog bij checkpoint 1, jongen. Nee, ik krijg het daar niet voor elkaar, joh. Had het ingezeikerd weer. Hè? Maar hier moet het toch echt zijn? Nee. Huh? Kan je hier niet echt naar beneden vallen of zo? Ik zie hier nog een... Je zou verwachten van wel. Hier zit nog een groene buizen, hoe kom je hier? Allemaal buizen nog. Hè? Tering, sorry. Ik weet niet waar je naartoe moet. Touwtyfus. Ik hoor geen stem. Ik heb het idee dat je soms gewoon ergens doorheen moet rijden ofzo. Ik denk dat ik hem weet. Ik weet hem. Nou, hoe moet je dan? Je moet op de plek waar je bent gespand. Ja. Hier. Dan moet je naar dat plateau vallen. Plateau? Maar dan kan je ook vanuit de oranje buis komen. Klopt. Oh, daar was ik net op dat plateau. Ja. En dan heb je hier links heb je weer een plek. Ja. En daar kan je dan ook weer vallen. Ja, ik hoorde het jou ook zeggen, Koen, volgens mij. Ja. Hatsa, kijk, daar zijn we. Nou. Hé, ik was net op dit plateau. Ja. Ja, we hebben hem. Niet. Yes. Nee. Heb je hem? Nee, hier zit een onzichtbare muur. Dit is het onderdeel van de troll. Dus jij bent zojuist keihard getrold. Ik ben zojuist keihard... Dit is ook keihard getrold. Nee! Kut! We zijn getrold. Nou, we zijn getrold. Waar zijn jullie dan? Als jij spant... Ik zit in een blauwe buis. Oh mijn god. Ik ben in een bakje gevallen, zeg maar, waar je niet meer uit kan. Ja, dat hadden wij net ook. Oh, daar waren jullie ook. Maar waar zie je die checkpoint dan? Want jij zei dat je die checkpoint zag. Nou, dat gat in de muur. Yo. Maar zijn jullie wel nu weer daar naar beneden gevallen? Nee, maar ik denk nu dat ik weet waar ik nu heen moet. Ik denk, Hatsa, hierin. Ja, kijk, we hebben hem. Ja, denk ik. Weet niet zeker, denk ik. Nogmaals. Waar ben je heen gegaan? Wie zit er nog meer in die groene buis? Ja, ik. Oké, dan heb je hem ook ontdekt. Hoe kom je in die groene buis dan? Ja, Rob, dat gaan we niet zeggen. Ik zie hem al. Dit is hem ook niet, Milo. Dit is hem niet. Nee, dit is een troll ook weer. maar ik zie geen andere mogelijkheden om ergens naartoe te gaan, überhaupt. Ik ga Rob even voor. Was dat niet de groene buis? Nee, het was ook niet de groene buis. Ik rij hem even uit. Maar het ding is, je ziet... kutzooi. 12 seconds later. Ik heb hem! Ik heb hem! Echt?
Ja, het is echt een hele vieze. Waar? Zal ik het zeggen? Ja, natuurlijk. Het is als je... Het is echt, als je bij die span, als je dan daar naar vooruit rijdt, niet moet je niet vallen, maar dan helemaal links meteen op het hoekje zit een soort gat naar beneden. En dan ben je er. Bij de span? Bij de span ga je iets vooruit en dan draai je zo meteen om. En dan zie je, daarna zie je een soort gappende pijl naar beneden. Oh mijn god. Waar? Kijk of ik iemand zie vallen. Ik sta nu te kijken naar jullie. Of naar het niveau van welke span? Bij de echt startspan? De echte startspan, als je recht vooruit gas geeft, ga je die afgrond in naar beneden, weet je wel? Ja. Daar. Ja, dat was ik. Ja, net. Als je daar dus richting die afgrond rijdt, maar niet zo ver dat je erin valt, maar een beetje vooruit, en dan draai je om. En dan zie je daar een gat. Oh, wauw. Maar dit wat we nu weer krijgen, is ook weer chaos, hè? Je moet dan op het soort oranje vlak landen. Je moet een beetje rust. Ja, daar precies. Hoi, Koen. Yo. Hey. Oh, mijn god. Maar hoe kom jij hierachter? Ja, gewoon overal kijken. Ik draaide hem om. Ik zag ineens dat gat daar. Hey. Oh. En nu zitten we in elkaar. Yeah. Altijd Harris. Nou, ik ga voor... Hey. Ik ga iemand yeet mij. Dankjewel daarvoor. Nu haal ik het. Vast. Ja, nu haal ik het alsof je weet welke het is. Ik ga voor de blauw-oranje. Jongens, dit is voor de zwart-roze. Ja, waarschijnlijk is het geen 1 van 4, toch? Het is sowieso geen 1. Ja. Het is sowieso ertussen. Het is niet roze-blauw. Het is ook niet die linksonder. Ik zit nu tussen alle vier in. Ja, dat zou maar eens kunnen zijn. Ja, die kans acht ik het groot. Even kijken, checkpoint is rechts van ons. Links, zeg maar, als je even gaat redden. Niet alsof je hier heel veel kan. Kun je ergens naar een gele buis toe? Gele plasbuis. Ja, Rob, daar zit een gat. Of Milo. Ja, ook. Ja, ik net was ook. Ja. Maar ik denk niet dat hem is. Zou dit iets zijn? Ja, heb je al die buis? Ik ben terug. Het is hem 100%. Ik zit nu in die gele namelijk. Je moest naar een gele, toch, Milo? Ja, je moest naar een gele. Ja, daar heb ik naar Milo. Hoe kom je vanaf hier waar je bent? Oh! Ja. Zie je hem? Zie je hem? Ja. Ik moet al even draaien. Ik zit een soort klem tegen die paal aan. Hoe zijn jullie daar gekomen? Als je onder de ramp gaat. Ja. Onder de ramp. Je moet onder de ramp. Je moet meteen vallen. En dan val je in die gele, ja. Ja, dit is hem wel, joh. Deze hebben we. Die hebben we snel. Vrij snel, ja. Onder de ramp. Ik zie hem niet, hoor. Welke ramp? Je moet tegen de rand van de voorkant van de ramp aan botsen, waardoor je naar beneden valt. En je eigenlijk welke ramp? Ja, gewoon de ramp in het algemeen, alle vier, zeg maar. Waardoor je een soort onder dat soort startschansje komt. Nou? En dan zit daar onder die schans, onder de startschans. Oh, daar, ik zie hem! Zit een gat. Deze is naar die nu komt. Maar deze hadden we redelijk snel, want ik zag al dat het via geel moest. Ja. Ja. Nou, kom op. Wow. In die aardig, Rob. Ja, bro, jij blokt me. Ik wacht even tot jullie het kleine kruipgaatje... Ik kan er niet in! Het anusgaatje. Wat is dit dan, hoor? Okay. Ja! Ja! Hey, hij zit daar achter je, Milo. Oh. Je kan hem niet malen. Nee, je moet je respawnen. Oké. Okay. Even kijken hoe je. Even kijken of je langzaam genoeg kan. Heel erg zorgvuldig. Zie iemand daar. Nee! Ja, zit zo'n versnelding. Tyfus. Kan ik het nog halen nu? Nee, weer niet. Hè? Hoe ga je ooit om dat versnelding heen? Heb jij hem al gehaald? Ja, ik heb hem al gehaald. Je moet zeker langs de zijkant. Hoe kom je er? Oh, niet zo. Wrong hole. Wrong way bedoel ik. Hé? Okay. Oh, je moet naar de overkant. Ben jij daar ook, Roel? Moet jij naar hier, zeg maar? Ja. Ja, ik moet hier zijn. Maar ik weet niet zo goed wat nu. Maar we hebben best veel checkpoints nu toch achter elkaar? Ja, dit is de finish hier. Waar is de finish? En hier onder ons is de finish. Ja, we hebben nog één finish. Hoe kan dat dan? Ik moet nog 4 checkpoints. Dan heb je er één gemist. Dan heb ik er zeker één gemist. Ik denk dat jij gewoon de moeilijkheid hebt gemist, zeg maar. Maar jullie zijn bij die rem nog bezig, of niet?
Rob was bij oh, ons. Je hebt dat versnellingsding. Ja, oh. ja, dan heb je er heel snel dan? Achter elkaar, hoor. Hoe fix je dat dan? Dat versnellingsding. Ja. Dat gaan we nu. We gaan nu alles voorkouwen. Die fase hebben we wel gehad. Maar ik weet 100% zeker, Milo, dat. Dat ik hem heb. Oké, mooi. Het is niet één van deze vier, denk ik. Nee, dat ja. Lijkt me toch. Want ja, ik heb er nu twee gehad en die zijn het allebei niet. Maar ja, zo makkelijk kan het niet zijn dat het nu gewoon één van die vier gok is. Even de vijf. Dit checkpoint was heel makkelijk opeens. Toen was het gewoon, je ziet hem en het was het hem ook. Ja. De inspiratie was een beetje op. Maar okay. Jij bent nu ook gewoon die buizen aan het proberen, Rolf. Wat doe je? Ja, ik probeer een manier te vinden waarop ik weet van oké, het zijn niet die buizen. Ja, maar ja, die zijn het sowieso niet. Die buizen lopen allemaal dood, toch? Je moet hier uitkomen. Ja, die lopen allemaal dood, uiteraard. Ja, ja je moet natuurlijk die buis gebruiken om een soort eruit te vliegen. Ja. Maar ja, dan moet je eerst weten waarheen je moet vliegen. En het is ook best lastig om daar een soort uit te kunnen. Nou, ik weet wel dat er een plateau hieronder is. Ja. Ja. Maar je moet hier uitkomen. Uit dit hok. Kut. Kijk, veel te hard. Hey, hoe ben je daar? Ik hem. Ja, of is dat Koen? Huh? Nee. Roel, je bent er weer bovenop. Oh mijn god, volgens mij heb ik hem. Volgens mij heb hoe ik ben hem. Je daar hoe ben je daar bovenop gekomen? Ja, die buis gebruikt. Als lanceerding. Oh mijn god, volgens mij heb ik hem. Oh. En nu ben ik de lul. Kut. Waarom ben je de lul? Mijn bullet zit vast. Oh nee! Ik zie de finish en ik val er langs! Ik weet niet, maar waar moet ik heen dan? Waar ben jij, Milo? Ik sta op dat plateau. Ja, ik en Rob zijn allebei gewoon. We hebben die schans gebruikt waardoor we nu op dat groen-witte zijn. Oké. Okay. Weet jij waar hij heen is gegaan? Nee. Nee, dat niet. Waar is Koen? Die is verdacht stil. Nee, ik ben in die oranje buis nu, maar ik weet dus niet wat ik moet doen. Oranje buis? Kut, Milo! Kom terug! Ja, hoeren, jong! Milo, kom terug, roeren, jong. ik weet het niet. Ik weet niet waar ik heen ben. Fuck, waar moest je heen? Ga maar door. Hey, vertel even waar je heen moet, want jullie finishen. Ja! Ja! Nee! Ja! Hoeren, fuck! Fuck! Kut, Milo! Waar moet je heen? Ja, DNF natuurlijk krijgen jullie nu. Je zoekt eruit. Ja, maar maakt niet uit. Waar moet je heen dan? Er zit daar op het randje een plateau. Zo'n klein schansje. Yes! Fuck! Ik ga jou trikken doordat je dan denkt van oké, je moet niet te hard gaan. Maar waar moet je nu heen? Je kan nu kijken toch? Ja, waar wij eraf gingen, daar aan de rechterkant. Ja, kijk, hier rechts, ga naar rechts. En dan hier rechts, en dan rustig een beetje langs die zijkant kijken en dan zie je daar... daar ongeveer. Ja? Daar was een soort heel klein schansje naar beneden en was er een route onderlangs. Ja. Wat een goede troll. Klein schansje. Een little schansje. Kleine schansnozen. Alleen die middelste, die duurde echt fucking lang. Die was echt kut. Laatste race. Oké. Okay. Biemen de bamboom. Boom. Dit is weer gewoon een race. Hey, wanneer moet je gassen om die boost te krijgen? Op go. Ja, dat deed ik, maar ik had hem nu niet. Ik weet niet wat ik deed. Zo, daar ging iemand gebeurt dit ook weer? Godverdomme. Daar gaan ze allemaal. Milo, weapons al enabled. Oh, ik weet niet eens of we weapons hebben. Tyfus lul! Doei, doei. Nee, Rob! Tyfus lul. Ah nee! Ik zou hem hier nog vanaf ook. Lekker voor je. Oh, dit voelde echt goed. Lekker voor je, ik heb niks fout gedaan. Hoezo, ik deukte jou. Ik deukte jou. Er staat daar midden in de tunnel verkeersbord, kijk uit. Verkeersbord. Goed opletten. Maar Rob, jij crasht dan ook net, maar dat is oprecht niet mijn intentie. Alleen jij loopt tegen, of jij rijdt tegen mij aan. Nee, waarom rijd ik tegen jou aan? We rijden tegen elkaar aan. Ja, klopt. Maar jij hebt buitenbocht, dus jij moet mij... Ik zal weer tegen het verkeersbord aanrijden. En raak hem gewoon aan. Wat zo. Zo, hier word ik echt tantoe dol van. Hé, hoe pak ik van hem aan? Van die wal uit. Ja. Weet niet. Ik kan ook geen wapen selecteren. Ik heb zeker mijn micro SMG bij me. Oh, flinke stunt, een flinke ramp, oh! Bro, waarom verlies ik dit grip? Ik heb echt absoluut geen grip auto. Je hebt geen bullet, hè? Ja, daar ga je. Heb jij niet de bullet gekozen? Koudodon.
Boom! Hoe nou? En je voetbal. Die de Fast 8 is ook geen slechte wagen, zeg. Die gaat snel. De Fast 8? De Fast 8. Maar die is ook fast, het zit in de naam, zeg maar. Dus ook de Fast and Furious is die ook. Oh, nou geen grip. Nee! Hij corrigeert het. Oh, ik heb hem! Oh, bim bam boom! Golazo! Golazo do Brasil! Oh nee! Nog één. Staat ketchup aan? Weet niet. Nee, mijn nas wel. Mijn nas. Goeiedag, schotel, bechamelsaus. Goeiedag. Bechamelsaus. Goeiedag, schotel. Goeiedag, schotel. Nou, die kennen we wel. Nee, maar ik ging veel te hard. Ik ging veel te hard. Nou, dit is geen walruit, dan moet je dus redden. Nee, ja, maar ik wilde op jou injieten gewoon. Kijk, gaan we kiezen, hoor. Ja, maar Rob... Oh, holy kanon! Rob overstuurt weer. Zorg ik even vloek. Helemaal overstuur. Overstuur. Boom! Hey! Audio overstuur. Audio overstuur. Robske! Er wordt een fotofinish, Robske! Onze Robske! Oh, komt er nog iets? Nee, Komt er nog... Ah, ik heb hem! Oh, ik heb geen... Ja! Ik heb geen grip! Kutzooi! Oh, ik werd opeens... Nou, ik had geen grip! Ik zag jouw neus zo, ik zo dom mijn beeld heen komen, weet je wel. Dus ik dacht, oh jee, daar gaan we. Yo. Oh, 18 seconden. Fucking pussy. Wat heb jij ook voor waggy, man, neef? Maat, wat heb je allemaal gedaan? Hoe ver ben je achter? Ja, ik weet niet, maar... Koen is ook niet heel goed, hè? Ik reed een paar seconden op jullie achter. Bring back crack skills. Ja, dan bijna gehaald, Koen. Jammer. Mensen thuis, jij wordt heel bedankt voor het kijken. En blauwduimpjes top zijn. Wat een fantastische trollrace, Koen. Ja. Je hebt de race gefinished. Goed, man. Ja, man. Nog als derde ook. Zo. Ja, ja. Later, doei.